Ik ben Monique, coördinator van Dierenopvangcentrum Spijkenisse. En we maken hier elke week het item van Dier van de Week. We hebben hier gemiddeld een hond of 20 en ongeveer 40 katten zitten. Waardoor er altijd keuze is om er eentje Dier van de Week te maken. Blij van. Dit is onze Captain Jack. Jack is een prachtige Amerikaanse Stafford van 4 jaar oud. En ja, hij zoekt zoals al onze dieren, zoekt hij natuurlijk een fantastisch thuis. Jack is een ontzettend lieve en slimme hond. Hij zit nu al voor de 3e keer helaas in het Dutch Sheldogs programma. Natuurlijk is Dutch Sheldogs programma fantastisch, maar het is gewoon jammer dat hij er al 3 keer aan mee kan doen. Want zo lang zit hij hier dus al. Hij is tussendoor wel geplaatst geweest, maar hij is retour gekomen. Omdat hij 1 probleem heeft. Want deze schattige hond die graag bij je op schoot ligt en Netflix wil kijken en heel graag een bak popcorn met je deelt, kan niet alleen zijn. Dat is zijn allergrootste probleem. Hij loopt graag mee, hij kan heerlijk wandelen, hij is oké buiten. We willen hem niet met een andere hond plaatsen in huis, maar hij zal buiten ook geen andere honden aanvallen. Het is echt gewoon een hele fantastische hond. Hij kan alleen niet alleen thuis zijn. Dat is echt zijn enige probleem. Dus wij zoeken iemand die met wat grotere kinderen, als er kinderen zijn, want ja, dit lompe gedrag is natuurlijk voor een hond niet voor een kind niet zo fijn. Jack, kijk eens. Jack, kom maar. Hop. Voor een klein kind is dit natuurlijk wel veel. Hij zal ze omverlopen en onbedoeld, maar hij is best wel lomp. Maar met wat oudere kinderen, of in ieder geval kinderen die een lompere hond zijn gewend, is dit prima te doen. Het enige probleem, en daar hamer ik echt op, het is misschien vervelend, hij kan niet alleen zijn. Dus hij zoekt een huis met mensen die veel thuis zijn, maar die ook een oppas kunnen regelen voor als ze niet thuis kunnen zijn. Dus denk aan die boodschap, denk aan een keertje naar de dokter, je kind ophalen bij school, of toch nog eventjes weg omdat je, weet ik het, de kerk bent vergeten voor je stampotje. Je hebt een oppas nodig. En heel veel geduld, want misschien kan die het leren. Maar daar gaat heel veel tijd overheen. Wat gebeurt er als hij alleen is? Hij raakt in paniek. Hij raakt echt in paniek. Hij gaat gillen, dus dat vinden de buren niet leuk. Hij is dan onzindelijk en hij kan ook wel wat kapot maken. Hij kan echt niet alleen zijn. Maar voor de rest, een beter hond is er denk ik niet.